Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 23, met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker in HD! In de vorige aflevering hebben we de tutorial gehad en hebben we een telescoop gekregen en zagen we dus een vrouwke dat werd vastgehouden door de neef van de postbode. Die is daarboven ergens gedropt en dan moeten we iets in om haar dus te gaan helpen. Dus wat we willen gaan doen is, we willen zo snel mogelijk naar Orca, want... ga weg met die snottebel! Daar willen we nou als eerste naartoe. Tenminste, zover dat ik nog me herinner. Ik bedoel, ja, ik heb er even een nachtje over geslapen. Ik bedoel, birthday party, dat ging echt veel alcohol. Ik bedoel, ja, had de leeftijd, veel gedronken, zat als het maar zijn kan. En ja, het probleem gaf dus eigenlijk wel van dat ik weinig weet wat er ook alweer gebeurd was. Dus wat we moeten doen is, we moeten met deze gozer hier praten. Hallo. Oh, what's the matter, Stefan? You have an urgent look about you. Has something happened? Whatever it is, from the look on your face, I suspect it is no laughing matter. What do you say, Stefan? You have come to some serious instructions of the way of the sword. Yeah. Nou, dit is dus eigenlijk zeg maar een beetje een tutorial over hoe dat je zwaard kan gebruiken. Joepie, tweede aflevering en weer een tutorial! Wat leuk. Very good, young one. Your first lesson shall be the horizontal slice. Ja, nou krijgen we dus al die tekst hoe dat we dus dat moeten gaan doen. Dit is heel erg simpel. Je drukt gewoon op B. Ja, en we drukken gewoon op B. Mogen we die nou venten elkaar slaan? Wat leuk. Ik sla jou in elkaar. Very good, very good. Next is the virtual slice. Ja, heel erg leuk voor je. Dan moet je gewoon B ingedrukt. Ja, keep swinging. Hou nou eens je mond en laat me gewoon swingen. Swing balls, swing balls, swing balls. Oké, nou krijgen we de trust. Dan moet je dus naar voren toe. Deze vond ik eigenlijk een van de moeilijkste, zeg maar. Omdat 9 van de 10 keer dat ik dat verkeerd timed. En dan begint hij dus zagrijnig te worden. Zie, zoals nu. Ah, hij werd niet zagrijnig. Well, excuse me, old farfetch. Wat moest ik nou doen? Moest ik dit nou doen? Jap. Je kunt het dus op twee manieren doen. Je kunt dus zeg maar ook met je joystick even roteren. Ik ben er zo slecht in. Nou, weet je wat, dan doe ik het gewoon zo. B gewoon ingedrukt houden is makkelijker. En dan krijgen we dus zeg maar de counteraanval. Op het moment dat de vijand jou probeert aan te vallen, moet je zo snel mogelijk op A drukken. Nog een keer. We keken net heel eventjes dwars door het hoofd van Link heen, terwijl dat dit in HD is. Zou je eigenlijk verwachten dat dat soort kleine dingen wel gefixt zouden worden. Krijg je de jump attack, gewoon targeten en op A drukken, heel erg simpel. Hey, once more. Ben je nou tevreden? That was a fine display. Goed zeg, nou, oh, ik bedoel... That was a fine display. And yet, I sense a certain accent in the sword you hold. An eagerness that goes far beyond the mere desire to be wielded on the whirls of battle. I do not know what has happened, but I have faith in you. Somehow, I doubt you will misuse that sword. You may have it, Stefan. I'll give it to you freely. Take that blade with you, because it's dangerous to go alone. You have accepted the hero's sword. Wield it with B. A B? Oh, dan mogen we hem dus gebruiken met een nieuw B-button. Yay, bedankt. Nou, Since the olden days, the sword has been used of end of evil, its blade is blablabla. Be strong, Stefan. Weet je, er staat ondertussen ergens een vrouwke dood te gaan. Die hangt ergens aan de keel en die kan de adem niet meer inhouden of zo. En ondertussen ben jij hier met mij aan het praten en allemaal onzin aan het uitdullen. Waar we allemaal niet op zitten te wachten. Dus please, get on with the story. Thank you very much. Zo. Dat moest er even uit. Daar kon ik niks aan doen. Dus wat we nou eindelijk kunnen gaan doen met ons zwaardje, is die gast met de snottebel afmaken. Nee. Dat zou wel gaaf zijn als dat kon. Maar dat kan natuurlijk niet. Oh. Jongen, ik heb een zwaard. Blijf bij mijn beeld. Oh mijn god. Oh. Ik heb echt heel erg veel... Ik heb echt zitten na te denken over hoe dat ik deze Let's Play zou gaan doen. En ik gooi er gewoon echt alle enthousiasme in die ik maar in me heb. Omdat Mega Man 5, ik weet het, het was een beetje een slechter spel. Nou ja, het was niet een van mijn favorieten. En volgens mij was het ook wel te horen in de audio commentaar. Dus ja... Nou, in ieder geval, die bomen kunnen we dus met een of andere... Kun je nagaan hoe zwaar... Botermesje is nogal sterk. Ik vind het gewoon een botermesje, laten we eerlijk wezen. Ja, we kunnen ook de legendarische grasmaaier zijn als we daar zin in hebben. Maar daar heb ik op dit moment heel weinig zin in. Dus, zonder enig oponthoud, zien we onze schaduw in HD. En dan moeten wij eigenlijk hier gewoon de brug over. Dus, zonder enig oponthoud, laten we maar deze brug overgaan. Want echt veel actie hebben we nog niet gezien. Tenzij je meetelt dat we een oude Farfetch in elkaar moeten slaan met een zwaardje. En hem 0,0 schade doen.
Laat je eigenlijk zien hoe sterk dat dit zwaard is. Oké, nou, we zijn er. Wauw. Hoi. How's it hanging? Badamf. Nou. Dus we hebben dus zeg maar de vrouwke gevonden en dan moeten we daar naartoe lopen. Nou, het eerste wat je dus zeg maar tegenkomt, dat is dus ja, de schaduw, een beetje de andere kleuring erin zitten. Want ja, dat is in de remake, want ja, het is in HD! Grappigste zou nou zijn als ik deze video eigenlijk alleen maar nou zo neerzette tot het maar mogelijk is om alleen maar deze video te bekijken in 480p. Zou ik dan problemen krijgen? Ik denk het wel, hè. Nee, ik zet hem gewoon 1080p, dat maakt niet uit. In ieder geval hier dus Secret Red Ruby. En hier komen we onze eerste vijand tegen. Ik vind dat eigenlijk een beetje op een... ja, volgens mij was het een Moblin, maar dat zo heette die kring niet. Nou ja, je hebt die geen naam die vertelt hoe dat ze heten, dus... hij gaat al gelijk op de grond liggen. Wat ben jij voor een watje? Wow, ik sloeg hem zo hard tegen die boom aan tot die boom het gewoon begaf. Maar kijk, ik heb gewoon een boom gemold door er een beest tegenaan te gooien. Ja, op zich, het zijn niet de Moblins. Moblins die zien er heel anders uit, dus... maar dat zien jullie dadelijk wel. Hier moeten we later nog terugkomen, dus onthoud dat plekje. Of kijk gewoon een keertje terug als je er zin in hebt. En met dat gaan wij dus zeg maar hier deze boom zo af. Och, kijk nou zeg. De boom heeft versterking gevraagd. In wraak van de boom. Jongens, luister. Ik heb een botermesje. Jullie hebben helemaal niks. Dus hoe zijn jullie een bedreiging voor me? Hoe zijn jullie een bedreiging voor me? Oké, ik heb geen schild, maar... Hoe zijn jullie een bedreiging voor me? Geef! Oh, sorry, heb ik je wakker gemaakt? Wauw. Dat moet pijn doen. Ouch! Wil je alsjeblieft stoppen naar mijn riem te kijken? Wow, what's with the getup? Well, whatever. So, where am I? Oh, that's right. The giant bird came and... Meet Miss Tetra! Oh, thank goodness you're safe. Oh, thank goodness you're safe. When I saw you drop it in the summit, I thought sure you'd... Summit? So that bird dropped me on top of a mountain? Well, wasn't that nice of it? Well, don't just stand there, let's go! Time to repay our debt to that bird in full. But miss, what about this boy? Don't worry about him. Come on. Yeah, well, whatever. Okay, wij gaan wel volgen. Waarom ook niet? Hey, big brother. Oh mijn god, waarom we nou nooit echt moe van een mens? Muziek is wel gaaf. Hi. Kom op, het is een Zelda-game. Wat verwacht je? Tot. Tegen de microfoon aan. Heel erg goed. Uh-oh. Brother! I will save you. I believe I can fly. Nope. Stupid kid, get a hold of yourself. She's gone. There's nothing that you can do. Ja, maar... Ik moet die telescoop nog teruggeven. What? You want to come with us on our ship? Uh-huh. Do you understand what you're asking? We're pirates, you know. Pirates. P-I-R-A-I-I-T. I can't spell because I'm a pirate. The terror of the seas. What do we get when bringing some helpless little kid with us? I'll tell you what we get. A headache. I know you must feel with your sister having been kidnapped and all. But that doesn't have anything to do with us now, does it? And how do you figure that? Whoa, there! Who are you? Seriously, do you think you are butting in somebody else's conversation? Please, all I mean to say is that if you big bad pirates hadn't come to this quiet little island, that poor girl wouldn't have been snatched away by that bird. And just...
What do you mean by that? Just be quiet for a moment and I'll tell you. Now, as my work entails delivering letters, I spend much of my time traveling amongst many different islands. As a result, I hear many things. Haven't any of you heard that the young girls have been kidnapped lately from the regions of the Great Sea? No matter. Whether you heard it or not, that seems to be the case. Young girls with long ears like yours have been kidnapped, never to be seen again. And unless my eyes fail me, the young girl who was just kidnapped from the island also has long ears, does she not? Much like you do, Miss Fearsome Pirate. My point is that the bird mistook the poor girl for you, and that's why it grabbed her. Oh. And correct me if I'm wrong, but I believe it was young Stefan here who saved you from the monsters in the forest, wasn't it? Is this true? Oh, and while I'm at it, I may as well tell you that the bird that kidnapped both you and Stefan's sister has made its foul nest in the north heights of the Forsaken Fortress. The Forsaken Fortress? The Forsaken Fortress? Isn't that the place where... So, what are you going to do? Under the circumstances, I don't think it would be unreasonable for you to give Stefan a little help now, would it? I don't need you to tell me that. Even if I were to consider it, lately I've been hearing nothing but evil rumors about the Forsaken Fortress. You can't possibly mean to go there nothing but your cheap little sword. That's not brave, it's stupid. I mean, come on, even a simple little island like this has nothing that you can use a shield, you know? Something to protect yourself with? Anything? Tell you what, if you come back into something like that, we'll let you stow away on our ship. Oh, and one more thing. Once we leave, you won't be coming back here for a while. So you better say goodbye to your family once you have the chance. I don't want you getting all weepy and homesick on me. Okay, ja, well, whatever. We hebben dus een schild gezien, dus laten we maar naar dat schild gaan. Zoals ik al zei, de voice acting, ik ga proberen zoveel mogelijk proberen voor te lezen. Het is live, dus ja, als ik fouten maak, sorry daarvoor. Ja, jullie kennen me een beetje daarin wel, dus... Maar goed. Oma! Oma, ik kom een schildje jatten. Lenen. Dus oma! Oma! Hoi oma. Oma, ik kom eventjes het schild pakken. Vind je vast en zeker niet erg. Toch, oma? Waar is het schild? Oma? Oma? Oma, wij moeten praten! Stefan? Ja, oma? Is this what you're looking for? Is it this you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Sorry. Take it with you. You got the hero shield. This is a legendary shield to save you, your hero himself. Hold it to blah 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 and blah blah blah. Oma die staat achter me. Grappige pose, hè? Gisteren nog opgeoefend. I guess it's true. Errol really has been kidnapped, haven't she? What kind of monster could take such a sweet young child? Een gigantische vogel, oma. Vind het ook treurig. Dus, ja, doe je er tegen. Nou, doei. Dat was leuk. Kuch. Sarcasme. Maar goed, we hebben dus een schild en we hebben dus een zwaard. En met dat gaan we dus maar eens eventjes naar onze Fearsome Pirate Girl. Tetra. De aftreksel van Tetris. En de postbode. De grootste held van ons allemaal. Dus, hi. Wow, that's a deceptive old shield. Are you sure you can use that thing? Are you going to get splinters and cry? Oh my god, could you cry? Okay, sorry. Well, whatever. If you're ready, then let's go. Are you ready? Uh-huh. In HD, de zon. Oh. Good luck, Stefan!
Good luck finding Errol! Take care of yourself! Please bring an issue for the tissue for my toddler! Waarom staat oma daar niet bij? Oh. Oma staat daar. Hoi oma, doei! Doei oma! Doei! Doei! Dus How much longer is this going to go on, do you think? Do you have an estimate or something? I don't know. Are you sure you shouldn't just quit right now? Seriously, think about it. I can tell you you're just going to get more sentimental from here on out. And my voice keeps changing over and over again. There's still time, you know. Are you sure we shouldn't just turn around and take you back to your island? Ja, sorry. Voice acting op zoveel verschillende stemmen. Dan krijg je dus zeg maar de karakters in één keer heel erg veel verschillende stemmen hebben. Ik blijf het gewoon proberen, sorry. Ik bedoel, anders zou ik het weer post-commentary moeten gaan spreken. Daar heb ik zo geen zin in. Dus hier zijn we op het piratenschip. Wat leuk. Dat is eigenlijk de enige keer dat je rechtop zit en dat je dus gaat varen. Nou, wat eventjes leuk zou zijn om heel eventjes te gaan doen. Om dit toch een beetje ook weer even leuk op te vullen. Is als je dus om je heen kijkt, zie je niks dan zeeën. Nou, ik kan je vertellen op het moment dat je zelf op de zee zit. Want ja, we zijn aan het varen. Maar je ziet dus zeg maar niet dat we echt aan het varen zijn. Dit is gewoon stilstaand. Sneu. Maar ja, dit is dus zeg maar de enigste moment dat je dus zeg maar overal kan kijken. Zonder dat je iets ziet. Best wel sneu. Maar goed, wat we dus moeten gaan doen is, we moeten hier naar binnen toe. Maar we moeten een of andere klein duf minigamepje gaan doen. Leuk, joy, daar zitten we op te wachten. Nou, als we dan hier naartoe willen gaan, dit is de kamer. Spoilers. Dat moet ik er nou even uitknippen. Dit is Tetra's kamer. Ik gooi gewoon spoilers er in één keer in. Dat gaat niet gebeuren. Of ik dat te zeggen zeg. Hey, well now, I owe this wobble, swabby, sweeby. As for today, I am your superior Nico. Now, I promise I'll go easy on you, so you just do as I say, okay? Right now, first off, you have to take a test of the pirates that all have to take a doozy, so get ready. You watch everything I'm about to show you real careful, like so I'm going to the swabble brain. Iets in die trend. Iets met swabble brain. Hij gaat ons dus vertellen wat we moeten gaan doen. Hij heeft het daarover een switch. Die switch die moet hij indrukken. Plateautjes die komen dan naar voren toe. Komt u maar, plateautjes. En we moeten die plateautjes gebruiken om zo snel mogelijk aan de overkant te komen. Dus hij gaat het eventjes laten zien. Zo gewoon te springen, wat we al een paar keer gedaan hebben. En hij laat ons zien dat we de kaarsen kunnen gebruiken. Of ja, die lantaarntjes. Dat je dan zeg maar die kan gebruiken als swing ropes. En dat je dus zo heel erg makkelijk naar de andere kant kan swingen door die dingen te gebruiken. Dat is eigenlijk praktisch wat hij jou vertelt. En zo moet je dus zeg maar zo snel mogelijk naar de overkant komen. Dus de plateautjes die zijn getimed. Dus het nadeel is dat je dus op een bepaald tijdslimiet moet doen. Dus zonder enig oponthoud, laten we dat maar gaan doen dan. Dus even kijken. Ik doe altijd eerst eventjes voor de zekerheid de plateautjes resetten. Just in case, met een broodje gezond verstand. Dus laten we dat maar gaan doen. En dan gaan we dus naar de Mario platforming. Yay! Voor platforming. Nou, deze is op zich niet zo moeilijk. Wat je dus het makkelijkste kan doen is gelijk loslaten bij sommige plateaus. Waardoor dat je gelijk goed springt. Anders kun je namelijk overjumpen. En als je overjumpt, dan heb je dus zeg maar het probleem dat je alles weer opnieuw kan gaan doen. Dus als ik me niet vergis, kan ik dit in één keer doen. In één keer! What? You did it already? I am proud to have you as my underling. En je stem is in één keer weer veranderd. Omdat ik weer vergeten ben welke stem ik je net heb gedaan. Omdat het allemaal live is. I wonder if it's okay just to give this to him. I don't see why not. I doubt I get busted. Alright, Swabble. Swabby. Swabble. I tell you what. You can have this treasure in his chest over there. It's a reward from the great and generous Nico. Well, dankjewel. Hurry up and take it for someone who comes. Maak zelf light. Sta me niet zo aan. Wat heb je hierin? Zit hier rubies in? Zit hier rubies in? Allemaal cash misschien, hè? Wat je allemaal wel niet aan het verbergen bent van mij. Nee, zit niks in. Oké, wat zit hierin? Dames en heren, ons eerste treasure chest in HD!
met een spoils bag. You can keep the items you get from enemies in this honey pouch. Yay! En er zijn nog verschillende dingen. Hey Stefan, we reached the Forsaken Fortress. Hurry up and get here. Dan maak ik zelf wel uit. Dus, nou. In ieder geval, we hebben dus de pouch. We zitten op het piratenschip. En ondertussen hebben we alweer zoveel gekletst en gedaan. En tot we alweer op het einde van deze aflevering zitten. Dus, om te gaan kijken waar dat we dus zeg maar zijn aangekomen. Ja, hoop ik jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende aflevering. Waardoor dat we dus verder gaan. Dus, zonder enig oponthoud, dank ik jullie allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering in HD. En ik hoop jullie natuurlijk morgen weer te zien bij de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken. Dit was ZeldaPlay20. En tot morgen. Doei!